Volgens mij de onthulling van Monkey. Oh, het is de mascotte van Amsterdam? Serieus? Ja. Amsterdam bestaat dus blijkbaar 750 jaar. Wist ik niet. En dat gaan ze dus groots vieren in Amsterdam. Met allemaal evenementen, maar ook allemaal verschillende beelden in de stad. Onder andere Monkey het monster. Vond ik wel echt leuk. Yo, DM! Ja, welkom bij jouw DM. Jij kon gewoon vragen insturen en wij gaan die beantwoorden. En er zijn een aantal geweest. Zo. Die hebben dat daadwerkelijk gedaan. Zoals Ted de Embryo. T de Embryo, toch? Oh, ja. Ja. Misschien heet hij wel Toduard. Oké. Nou, prima. Toduard de Embryo. Schrijf dat maar. Ja. Goed, die heeft hij gestuurd naar Jodie met Pupen er al? Ja, Jodie met Pupen er al. Dit was een YouTube comment. Ah, YouTube comment. Dat kan ook natuurlijk. Tobias de Embryo. Tobiard de Embryo, zegt. Heerlijke afleveringen weer, mannen. Box. En tja, pre-orderen ben ik eigenlijk niet zo van. Maar alleen de games waar ik echt naar uitkijk. En Final Fantasy of bijvoorbeeld Dragon Quest 3 Remake. Ik wil deze games graag fysiek hebben. Maar kopen jullie nog fysieke games? Of doen jullie tegenwoordig alles digitaal kopen? Nou, Tjeerd, kom er maar in. Koop je alles digitaal of doe je nog aan fysieke games? Ik koop eigenlijk niks meer digitaal. Of niks meer fysiek. Jij downloadt alles. Jij piraat alles bij elkaar. Oh. Nee, geen piraat. Nee, gewoon lekker downloaden op je harde schijf. Hoef je er geen moeite voor te doen. Gewoon kopen, digitaal dus. Ja. Ja. En jij? Ja, ik doe ook alles digitaal. Maar ik had laatst wel... Ik heb een dingetje met Balatro. Balatro en ik zijn zo. Die moet ik op elk platform hebben. Dus ik heb hem nu ook op fysiek de PS5. Wel met hoesje. Maar waarom? Vind ik leuk. Leuk spel. Nu heb je in één keer een hoesje rondhangen. Klopt. En ik ga binnenkort verhuizen, dus moet al die hoesjes moeten mee. En ik hoor mevrouw nu alweer schelden op mij. Kan je niet gewoon... Ja. Gewoon in zo'n map doen, zoals je vroeger... heb ik ook. Zo'n cd-map. Heb ik ook. Heb ik al mijn 360 games in die cd-mappen. Ja. Ja. Heb ik. Mijn eerste single was die van Mbap. Nee. Jawel. Waarom zou je die kopen? Die heb nee, die had ik gekregen. Dat was mijn eerste singeltje. Mbap. Doe-bap. Ja, we kunnen het niet zingen, dan worden we weer gestrijd. Doe-bap. Dankjewel voor je vraag, Tom de Embryo. Ja, dankjewel dat ik me weer extra oud voel. Jeffrey van Horik, die zegt... Weet jullie al wat meer over Splinter Cell 1 remake? Geruchten gaan jaren rond, maar er is nog steeds niks bevestigd. Over de remake zelf is aardig stil rond Splinter Cell franchise. Ja, klopt. Dat is een goede vraag, Jeffrey. Ik ben ook een beetje verbolgen over het feit dat Ubisoft daar gewoon niks meer mee doet. Oh. Ik wilde vooral zeggen dat ze er een teringzootje van maken. Ja, dat ook. Chill. Weet je dat van die Prince of Persia game? Hartstikke leuk spelletje. Begin van het jaar kwam je uit. Oh ja. Viel tegen in de verkopen. Wat denkt Ubisoft? Hoppa, jiet gewoon die hele studio eruit. Had je gezien dat er 700 mensen in Frankrijk gingen staken bij Ubisoft? 700? Ja. Zo. En eisen het vertrek van Yves Guillemot. En daarom is Assassin's Creed Shadows dus uitgesteld. En daarom zien we nog steeds geen Splinter Cell. Remake. Het wordt gerund als een lekker rubberboot. Ja. Maar wat kan je doen met lekker rubberboten? Plakken. Goed. Deze is van Alibaba 5380. Wanneer komt Borderlands 4 voor de PC? Volgend jaar. Ja, volgend jaar kom je 2025? Volgens mij wel, hè? Ja. Het zou best kunnen. Nou, Roy, die zegt... Goedemorgen, ik heb een vraag voor jullie aangezien jullie erg handig zijn met tech. Is het mogelijk om WhatsApp Business te koppelen met een Samsung Watch? Ja, je kan het gewoon proberen dan toch, Roy? Als je de Samsung Watch hebt of je die app kan installeren op je Samsung Watch. Ja, dus, dat is een goede vraag. Kijk even of je WhatsApp Business kan downloaden. Opperste concentratie. WhatsApp Messenger. Maar er staat geen... Ik heb gezocht op WhatsApp Business, maar... Die heeft het niet. Die heeft het niet, nee. Nee, nou, denk het niet. De volgende is van E.K. Hi. Mijn broertje heeft een giftcard waarde van €50 in zijn account ingewisseld. Heeft u misschien tips hoe ik dat naar mijn account kan overzetten? We horen het graag een terugkoppeling. Ja, dat gaat niet. Daar ben je te laat mee, EK. Ja, dat kan niet. Nou ja, het zit nu gekoppeld aan zijn account. Dus. Ja, dus vaak kan je wel als accounthouder kan je wel daar iets mee kopen en dan giften. Ja, dat kan inderdaad ook. Neil, die zegt, ik heb een vraag. Als je de disc-versie van FC25 koopt van de 4-versie... en je doet die disc in de PlayStation 5... heb je dan ook gelijk de 5-versie? 1 hour later. Ja, dat kan. Je, klopt dus. Je kunt
met je PlayStation 4 disc op je PlayStation 5 spelen. Want je krijgt dan een gratis upgrade. Alleen het nadeel daarvan is, je moet wel constant die disc in je PlayStation 5 hebben om hem dan te kunnen spelen. Maar je hebt dus wel de PS5 versie. Ja. Dat is wel fijn. Inderdaad. Ja. Nou, succes Niel. Charlon die zegt, hi. Een vraag. Welke gaming laptop kan ik kopen met een budget van 700 die wel Warzone kan runnen? Een gaming laptop die Warzone kan runnen, dat is één. Maar die Warzone een beetje oké kan runnen, dat is twee. Gaat je niet lukken voor 700 euro. Of je moet echt een tweedehands op de kop kunnen tikken. Maar een nieuwe gaat zeker niet lukken. Dus ik ben bang, Charlon, dat je dat niet gaat redden. Deze is van Edwin. Die zegt, goedemorgenmiddag, beste JDM. Trump zei op Twitter, als het de echte is en geen AI, dat hij gewelddadige game wil verbieden. Hij zegt dat bij overvallen en schietpartijen er geoefend wordt in een game. Mij lijkt het best een goed dat erg gewelddadige games worden verboden. Of dat de leeftijdslimiet omhoog gaat. Bijvoorbeeld GTA of PD. Als jongere is je hersenen nog niet volgroeid en kan gewelddadigheid verkeerd landen. Wat vinden jullie daarvan? Met vriendelijke groeten, Edwin. Gewelddadige games verbieden. Nou ja, waar stoppen we dan, hè? Gaan we dan ook gewelddadige films verbieden? Dat lijkt me geen goed idee. Ik heb hier twee gamehoesjes. Deze heet Drug Wars. En hier op dit hoesje staat... Een leeftijd, 12 jaar. Hier heb ik ook een game. Deze is van Mario Smash Voetbal. Dat is mijn game. Is dat jouw game? Nou, ja. Die ligt hier in de kast. Dat ook een leeftijd op 3+. Kijk, dit betekent dus dat je deze game kan spelen als je 3 jaar ouder bent. Dan is dat oké. Deze game waarin wordt geschoten, is het oké als je 12 jaar ouder bent. Op games zoals GTA en PD staat een leeftijd van 18. Dat staat niet zomaar op dat hoesje. Dat heeft een reden. Oftewel, je moet volwassen zijn om dat te mogen spelen. Dus kinderen zouden die games al helemaal niet mogen spelen. Wie moet dat controleren? Nou ja, ouders. Ouders, dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. Ja. Geef je kind, hoe hard je ook zeurt, gewoon geen GTA 5. Dat is niet oké. Want er staat gewoon een leeftijd op. Je stuurt ze ook niet als ze 7 jaar zijn naar de coffeeshop. De coffeeshop of noem maar een gekke horrorfilm. Maar games, die worden gewoon links en rechts uitgedeeld. Nou, ga jij maar even een nakkie halen achter het station. Ja, hier. Je bent nu 12, dan kan je dat lekker zelf al doen. En neem meteen een verslof sigaret voor mij. Wip hem er maar in, Tjerk. Ja? Ja. Het is weer tijd voor de Flitsronde! Flitsronde! Ja, het is weer tijd voor de flitsronde. En dat betekent dat wij een aantal vragen door jullie hebben opgestuurd gekregen. Ken je deze nog? Nou, ben je klaar voor de, ja, let's de go. Flitsronde? Deze die tv die jullie weggaven, was dat grap zo? Nee, we hebben... Kijk, er is hier de stem uit begonnen. Meestal maken we het gewoon bekend op puur.nl als de Zwin. Maar van deze hebben we een video gemaakt, dus dat is geen grap. Hier, nog een keer. We lopen nu gewoon live naar Monnikendam. De winnaar. Ik heb hem zelfs in zijn auto gepropt. Ja, ik heb het gezien. Ja. Wanneer aankondiging Switch 2? Ik verwacht hem nog wel voor het einde van het jaar. Ik niet. Oh, BMW, Audi of Mercedes? Dikke BMW, jongen. Wat is jullie verwachting van de campaign van Black Ops 6? Ja, dat heb ik Black zin. Black Ops 6 en welke campaign was voor jullie de beste? Denk Modern Warfare 1. De originele. Ja. En wat ik hiervan verwacht is niet veel. Ik ben hyped voor deze, jongen. Welke game willen jullie voor kerst? Doe mij maar Jamboree dan. Indiana Jones komt in december uit, toch? Ja. Nou, die dan. Star Wars of Star Trek? Star Wars. En Star Trek. Nee, Star Trek is nep. Nee, man. Wel. Nou, dat was het alweer. Leuk. Dank jullie wel voor het insturen van jullie vragen. En vergeet niet dat nog een keertje te doen. Het is namelijk de laatste keer de volgende keer. Altijd het gezeur om die prijzen die... Wanneer maak je nou de winnaar bekend? Ik wil die tv graag. Kun je mij een PlayStation opsturen? Ik ga volgende week ga ik een fatbike weggeven. Ik hou mijn hart vast al. Ja? Ja, ben ik 6 weken lang. Wie heeft die nou gewonnen? Oh, hij heeft die gewonnen. Waarom win ik nooit? Ik doe altijd mee. Waarom win ik nooit? Maar verder vinden jullie het wel leuk om dingen weg te geven, toch? Ja.